Dus aan het begin, de eerste 2 uur, kan er wat herhalingen in zitten, maar het zet wel een beetje de basis voor de cursus. Ik heb wel geprobeerd om steeds ook, als we het hebben over de nieuwe normering, even het lijntje al te leggen met datamanagement. Want de opleiding zelf, hè, want als je het hebt over databeheer, is het niet zo dat we een standaard recept hebben. Het zal ook duidelijk zijn waarom. We kunnen niet een soort standaard recept hebben. Nou, zo ga je data organiseren. Degenen die WBI goed kennen, kunnen zich dat denk ik al wel voorstellen. Maar wat we vooral bij deze cursus belangrijk vinden, is dat duidelijk wordt aan welke randvoorwaarden en met welke eisen je eigenlijk rekening moet houden om je databeheer op een goede manier op poten te zetten. Dus aan het eind van de cursus hopen we dat je genoeg kennis hebt en een idee hebt van hoe jullie het databeheer gaan inrichten in feite. En waar je allemaal rekening mee moet houden en waar je mee rekening kan houden. Eigenlijk is dat de kern. Dag 1, jullie hebben zelf het programma allemaal gezien. Ik zal het eerste deel op me nemen, dus dat geldt voor de eerste 4 onderwerpen maar liefst. Ze lopen een beetje in elkaar over, maar we zullen om 11 uur, we hebben al vrij snel een eerste koffiepauze, dus we beginnen een beetje rustig. Maar om 11 uur zullen we ook even de zaal een beetje herschikken, dat we even in groepjes, dat zullen we voor het eerst ook in duo's echt wat gaan doen. En dan na de lunch dan gaan we wat dieper in op het WBI en op het instrumentarium zelf. En daar zou Kinsun verzorgen. En aan het eind van de middag dan komt Hubert-Jan Lekkerkerk. Die is verbonden aan het Waterschapshuis en voorheen ook het Informatiehuis Water. Veel kennis over datamanagement in zijn algemeenheid, maar met name in de watersector. En die helpt om ook wat meer het generiek van naar een datamanagement filosofie. Hoe ga je om met standaarden? Hij heeft daar een goed verhaal over. Dag 2. Dat vergat ik te vertellen. Dag 1 om 12 uur weten jullie al een beetje wat de huiswerkopgave zal worden voor volgende week. Dat vonden we belangrijk om al halverwege aan te geven. Want dan kun je ook vanuit die opgave luisteren naar de sessies die daarna komen. En dag 2 staat een beetje in het teken van die huiswerkopgave. We beginnen alleen met een iets andere van een workshop over een beoordelingsframework dijkeninformatie. En dat gaat met name in van hoe beoordeel ik nou of mijn informatie voldoet voor de beoordeling bijvoorbeeld. Hè. Op welk moment vind ik dat de kwaliteit voldoende is, dat ik voldoende weet als het gaat om data om echt die beoordeling te kunnen uitvoeren en af te ronden. Dan om 10:30 zal Marcel Adema, die de meeste van jullie zullen hem ook wel kennen en als een keer misschien gehoord hebben zelfs. Maar hij heeft vanuit Wetenschip Friesland die werkprocessen rond het WBI enorm uitgewerkt. Al veel uitgeprobeerd en hij geeft een kijkje in de keuken eigenlijk van hoe ze bij het Wetenschip hun databeheer op orde of organiseren. En dan na de lunch zullen Kinsun en ik er zijn om de huiswerkopgaves te bespreken. En dat doen wij gezamenlijk. En de vraag aan jullie dan ook straks om een korte presentatie daarvoor voor te bereiden van 5 minuten. Maar daar zullen we het later over hebben. We ronden natuurlijk af met een afronding en een evaluatie. En het is goed daarbij in gedachten te houden dat we gaan dan ook even vragen van vinden jullie het waardevol om nog eens een keer met deze groep terug te komen? Om nog eens een en ander te bespreken. Mede misschien naar aanleiding van die huiswerkopgave of niet. Dus, het is niet per se het einde na dag 2. Zijn er tot zover vragen even over het programma? Mijn collega zei, volgende week is het om 9 uur. Begint de eerste presentatie. Dank je, ja, goed ik zeg. Ja, klopt. Ja, dus het verzoek om volgende week om 9:15 uur... hier te zijn. En dan we willen voldoende tijd hebben in de middag om die huiswerkopgave te bespreken. Ja? Gaat het goed? Oh ja. Ja, dat is waar. Vergeten. De introductie neemt een half uurtje in beslag. Ik heb een mooie klok voor me, dus dat gaat goed. Maar schroom niet om tussendoor vragen te stellen. Even
heel bazaal over de nieuwe normering. De cursus heet Databeheer WBI en de nieuwe normering. En eigenlijk is de vraag van, wat voor implementatie, of de vraag die ik dus zo meteen even met jullie wil bespreken, is van wat voor gevolgen heeft die nieuwe normering nu voor databeheer? Wat kun je daarover over zeggen? Voordat we dat doen, veel van jullie kennen dit verhaal waarschijnlijk, maar het is wel goed om daar even kort doorheen te lopen. Van wat die nieuwe normering nou eigenlijk is en wat er nou verandert ten opzichte van de oude situatie. Dus van voor 1 januari 2017 in feite. Nou, de aanleiding voor de nieuwe normering is dat er grote verschillen waren in Nederland voor het basisveiligheidsniveau. Dus waar je op sommige delen in Nederland liep je groter risico dan in andere delen van Nederland. Daarnaast is er veel nieuwe kennis ontwikkeld, weten we meer over onze dijken en hoe we die moeten beoordelen. En zijn er nieuwe middelen eigenlijk beschikbaar om met dijksterkte om te gaan. Nou, dus daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt. De basisafspraak is eigenlijk dat er bescherming is voor iedereen. Het niet moet uitmaken waar je bent in Nederland, op welk moment, hoeveel risico je loopt als je binnen het dijks bent natuurlijk. En dus is er afgesproken om een basisbeschermingsniveau te hanteren. En dat is een norm dat je jaarlijks 100.000ste kans hebt om te komen overlijden als gevolg van een overstroming in Nederland. En er zijn wat uitzonderingen waar een strengere norm wordt gehanteerd. En dat heeft vooral mee te maken als je, als er grote groepen mensen op een bepaalde plek wonen. Of bij Borselen, bij de kerncentrale. Dus eigenlijk als er vitale infrastructuur is. Of groepsrisico bestaat. Dus eigenlijk maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een overstroming. Dan kan ervoor zijn gekozen om een hogere norm te hanteren. Bij die nieuwe norm, dat is een norm verandering van overschrijdingskans, waar heel erg naar een overstromingskans. En bij een overstromingskans is eigenlijk risico is kans maal gevolg. Ik weet niet of we dat wel eens eerder al gehoord hebben. Dus de overstromingskans, de kans op een doorbraak, maal de gevolgschade die op kan treden bij een overstroming, dat maakt samen het risico. De norm die gaat over die kansen en over die gevolgen, dat is nieuw. In het beoordelingsinstrument toetsen we aan de norm, beoordelen we aan de hand van de norm. En gaat het eigenlijk om te bepalen wat die kans nou precies is. Periodiek gaat er een soort signaaltje. Dit is niet alleen een nieuwe norm. Maar het is ook een proces dat is ingericht. Dat is ook wel wat uniek in de wereld. Dat onze Plan, Do, Check, Act rond waterveiligheid echt vastgelegd is, verankerd is in de wet. En die periodieke beoordeling, dus eigenlijk de hele wettelijke beoordeling ligt vast in de wet. Die zegt dat er iedere 12 jaar moet er een landelijk beeld zijn dat aan de minister en aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd over de veiligheidssituatie in Nederland. En aan de hand van dat veiligheidsbeeld gaan we versterkingen doorvoeren. Wat eigenlijk nieuw is, is dat je hebt eigenlijk één norm, maar die is in tweeën gedeeld in een signaleringsnorm en een ondergrens. En dat betekent eigenlijk bij de signaleringsnorm, als je die hebt bereikt, als dat uit je beoordeling blijkt dat je onder de signaleringsnorm zit, dan moet je gaan versterken. En dat kost even tijd om dat allemaal voor te bereiden. In die tijd zal de kering misschien nog wat verder degraderen in sterkte. Maar je mag nooit onder de ondergrens komen. Dat is wettelijk vastgelegd. Dan ben je in gebreken als beheerder. Wat gebeurt er dan als je dus niet meer voldoet aan die signaleringsnorm? Daar hebben we een hoogwaterbeschermingsprogramma voor. En in het hoogwaterbeschermingsprogramma, dat is eigenlijk het nationale versterkingsprogramma waar de waterschappen en het Rijk samenwerken om afgekeurde keringen te versterken. Dat zijn nogal wat keringen met die nieuwe norm ook. Dus het is nodig om daar een goede prioritering in aan te brengen. Want het is niet mogelijk om alles in één keer te versterken.
En nou ja, het wettelijk beoordelingsinstrumentarium, de output daarvan, geeft ook input voor die prioritering. Dus mede aan de hand van de faalkansen zul je zien dat de afstand bijvoorbeeld tot de signaleringsnorm meeweegt in de urgentie, in de prioritering van aan te pakken projecten. Het is ook niet mogelijk om een project gefinancierd te krijgen vanuit die gezamenlijke pot als je niet een beoordelingsresultaat hebt dat ook door inspectie, leefomgeving en transport beoordeeld is als zijnde conform de richtlijnen volgend uit het wettelijk beoordelingsinstrumentarium. En daarmee dus heeft het wettelijk beoordelingsinstrumentarium een wettelijke status, maar is het ook de ingang om je versterkingsprojecten gefinancierd te krijgen. Nou, dat is een stuk heb ik net dus uitgelegd. Als je kijkt, dan wordt de nieuwe normering, de vorige toetsronde, de derde toetsronde was geloof ik 1/3 ongeveer afgekeurd. En bij de nieuwe normering verwachten ze weer een groot aantal, een flinke opgave eigenlijk om te versterken. En de bedoeling is, of de horizon die geschetst is, dat er in 2050 het systeem op orde moet zijn. En daar zijn in ieder geval drieënhalve beoordelingsronde eigenlijk tot die tijd. En dat geeft vanuit data-oogpunt zie je dan al, oké, er zit in ieder geval herhaling in die beoordelingen. Dus dat is meteen misschien een motivatie om die data op een goede manier te beheren en vast te houden. Omdat je het kan hergebruiken, in ieder geval ook voor de beoordeling. En de verwachting is ook, omdat die nieuwe norm nu vaststaat en we ook al drie toetsrondes hebben gehad, is dat het beoordelingsinstrumentarium, je moet altijd oppassen wat ik nu zeg, maar redelijk stabiel blijft. En we hebben in de allereerste toetsronde, dat was geloof ik 1996, toen is er alleen getoetst op de hoogte van de kering. In de tweede toetsronde zijn er wat faalmechanismen bijgekomen die al wat meer naar de sterkte keken. En de derde toetsronde was eigenlijk voor het eerst dat er op zoveel verschillende faalmechanismen, eigenlijk alle relevante faalmechanismen die we nu zien, getoetst is. En uit die ervaring heb je gezien ook dat de instrumentaria zich ook doorontwikkelen. Maar als je de derde toetsronde vergelijkt met nu de beoordelings instrument, dan is er inderdaad, Reiner, veel veranderd misschien, hè? Maar er zit ook wel al steeds meer overeenkomsten in en vergelijkingen tussen die instrumentaria. Dus dat is ook goed om in gedachten te houden. Nou ja, wat is dan het resultaat in 2050? Ik vind zelf altijd wel mooie kaartjes als je ziet dat er echt wel de bedoeling is om een significante verbetering, zei ik er voort steeds of niet? Okay. Verbetering voor de in uiteindelijk de overstromingsrisico's nationaal. Dus dat zie je ook terugvertaald in de schades die verwacht worden, dat die een stuk afnemen. En wat zijn dan de gevolgen van de implementatie van de nieuwe norm voor databeheer? Ik heb er zelf eigenlijk al een rijtje genoemd. Maar misschien wil iemand alvast eens eerste instantie op reageren van wat is nou eigenlijk gewijzigd, wat invloed heeft op je datamanagement? Je doet het in je eigen organisatie en besteedt het niet meer aan een bureau. Dus dat betekent bij mij bijvoorbeeld dat ik veel informatie veel beter gedocumenteerd op onze organisatie moet zijn. Is dat een gevolg bij jullie van de nieuwe normering dat je de keuze hebt gemaakt? Nou, wel van de nieuwe van deze nieuwe beoordelingsronde. Die hoort er ook een beetje bij. Nou, in eigen beginsel niet, met uitzondering van nieuwe parameters die je nodig hebt. Dus in feite, wat je data weer op vorm wil zijn. Ik denk dat het bijna alle waterschappen en ook Rijkswaterstaat de nieuwe norm, de nieuwe manier van toetsen wel gebruiken om een data weer op orde te krijgen. Eigenlijk, in beginsel. Zie je het daarmee eens eigenlijk met die stelling? En volgens mij een van de punten is dat je ook inderdaad te maken hebt met meer standaardisatie. En dat geldt ook voor de zaken die omheen gebeuren, als de introductie van DAMO, een BGT die daar toch ook wel invloed op heeft.
de brand die eraan zit te komen voor de ondergrond. Het zijn wel zaken waar je je databeheerder rekening mee moet houden, hè, waardoor je je data intern op een andere manier gaat opslaan. Maar het is ook wel weer inderdaad op een manier moeten opslaan dat het wel weer ringtoetsen kan, die ook weer data formaten eist. Ja, ik zat er zelf ook wel even over na te denken bij deze cursus en wat er in feite gebeurt. Hè, datamanagement kun je zeggen is altijd ondersteunend aan de werkprocessen. En wat hier verandert zijn eigenlijk je werkproces voor een deel. Hè, een ander instrumentarium, een andere cyclus. Dus daar zul je als databeheerder rekening mee moeten houden. Hè, er is nieuwe kennis, dus die vraagt inderdaad misschien om andere parameters, andere data. Dat verandert er. En de methode wijzigt. Hè? Dus ook, je hebt meer standaarden, je hebt meer software wat je kan gebruiken. Er is nu centraal beschikbare software die je voor een deel moet gebruiken, die voorgeschreven wordt. Dat vraagt om standaardisatie. Dus eigenlijk is het niet zozeer, hè, want ik ben het ook wel eens met William, dat in principe verandert er niks. Hè? Want je databeheer doe je voor je werkprocessen, doe je om je droge voeten te houden. Maar het werkproces is wel flink veranderd. En dat maakt ook dat er veranderingen zijn in je databeheer. En dat is, waar ik zelf mee kwam, hè, van, je zou kunnen zeggen die nieuwe norm, hè, dus meer van overschrijdingskans naar overstromingskans, dus meer ook kijk naar gevolgen. Dus die zorgt ervoor dat er ook meer combinaties van data worden gevraagd. Hè. Eigenlijk beschouwen we het integraler. Je ziet ook dat staat ook bij de nieuwe normering, dat de bedoeling is dat die nieuwe norm een impuls is voor meer gebiedsgerichte ontwikkeling. Dus je zou ook zien dat bijvoorbeeld gemeentes, provincies misschien meer eisen stellen aan de data. Hè, dat je als waterschap transparanter met je gegevens om moet gaan. Dus dat is ook een eis waar je met je databeheer rekening mee moet houden. Hè, dus dat is ook punt 2, hè, die meer uitwisseling van data. Nou, zodra je meer gaat uitwisselen, krijg je ook meer te maken met standaarden, wat Jeroen zegt. Hey, er wordt vergelijkbaarheid geëist. Hè. Daar staat, en daar gaan we zo meteen nog wat dieper op in. Van, zeker nu, hè, is niet alleen maar meer het Rijk die het belangrijk vindt om het uniformiteit, maar ook de waterschappen die veel geld in het Deltafonds zelf stoppen, vindt ook steeds. Je ziet dat het de hele sector eigenlijk belangrijker vindt om dat die prioritering transparant is. En daar speelt de beoordeling natuurlijk een hele belangrijke rol in. Verder ook trendanalyses van belang. Ik zat zelf een beetje met die lifecycle benadering. Als je kijkt dat die zaagtand, hoe die wordt gebruikt. En daar ga ik zo ook nog even wat verder op in. Maar die zaagtand gaat over degradatie van de kering. Hè. Er is veel onderzoek naar van, klopt die zaagtand eigenlijk wel? Van, wordt de kering inderdaad lineair, minder sterk of niet? Maar met data kun je dat soort dingen controleren. Kun je ook zien aankomen of je aan een signaleringsnorm wel of niet voldoet. Dus je kan voorstellen dat deze benadering veel meer vragen gaat stellen aan databeheerders. Maar aan databeschikbaarheid, maar ook aan de kwaliteit van data. Nou, dat was eigenlijk de laatste voor dit onderdeel. Zijn daar nog? Heeft iemand nog een ander idee naar wat ik zeg? Want ik had puntjes. Je noemde men is meer gebiedsgerichte ontwikkeling. Zit aan de omgeving zetten, denk ik, die daar ook veel van. Ja. Zit daar nog een linkje mee of dit gaat specifiek echt om de toetsing uit de toetsing kunnen leggen? Dus voorkomen leggen worden wel bij bij de omgevingswet, zeg maar. Ja. Als zijn de beperkingen. Maar in die zin zie je, denk ik, voor overheden heel veel veranderen. Dat ze inderdaad veel meer data moeten leveren, maar ook veel meer kwalitatieve data moeten leveren, wat blijkt op te maken. Wat zelfs juridische status heeft. En dat is die omgevingswet die eraan te komen. Ja. En de nieuwe normering zelf. Hè, kijk, het wordt soms ook wel. Is een beetje mijn mening ook wel. Die implementatie van de nieuwe norm wordt ook wel een beetje misbruikt om allerlei andere ontwikkelingen mee. Je kan zeggen, ja, er is nieuwe normering. Dus nu is de omgevingswet belangrijker. Maar ja, het zijn ook wel twee ontwikkelingen. Wat Jeroen ook schetst, hè, dus de BRO, de BGT, zijn allemaal ontwikkelingen die leiden tot iets. Nieuwe normering heeft daar een deel in, maar in essentie is een nieuwe norm puur om op een nieuwe manier je overstromingsrisico's te bepalen en op een manier om te gaan om droge voeten te houden, om waterveiligheid te garanderen. Dus in deze cursus gaan we echt sec in op beoordelen. Maar het is een mooi bruggetje ook wel naar nu, want eigenlijk waar ik het nu over wil hebben is dat het beoordelingsproces zelf en dat dat eigenlijk een schakel is in de Nederlandse waterkeringszorg. En ik vind het van belang, hè, zeker ook, maar ja, goed, in de natuur, dat is mijn
aanname, de natuur van een databeheerder, die kijkt eigenlijk breder. Hè? Want die ziet ook verschillende mensen langskomen. Die ziet minder het onderscheid tussen iemand die aan zorgplicht werkt of die een versterking uitvoert. Want collega's komen gewoon aan het bureau en zeggen, joh, ik heb sonderingen nodig van dit vakje, kom het even leveren. En een dag later komt een andere collega langs met dezelfde vraag. Nou, dat is prettig als dataleverancier of databeheerder dat je dezelfde data kan leveren. Want voor mensen in het werkproces is dat soms wat lastiger te zien. Hè? Ik weet niet hoe de beoordelaars hier zelf die hier aan tafel zitten, van heb je ook een rol binnen een versterkingsproject of doet iemand anders dat? Heb je een rol bij de inspecties? Het is best wel, als je kijkt naar de waterkeringszorg, hoe dat is georganiseerd, zie je eigenlijk een kwart voor in stand houden. Maar dat is natuurlijk de kern van het werk van de waterkeringbeheerder. Hè? De zorgplicht, aantoonbaar, in control zijn, om je kering dagelijks te beheren en te onderhouden. En dat doe je dus aan de hand van je norm. Hè? En daar heb je je legger voor, die eigenlijk de norm weer vertaalt in een vorm waarmee je beheer kan doen en je inspecties op kan hanteren. Ja, en dan hebben we eigenlijk het landelijke traject, zou je kunnen zeggen. Wat in de wet verankerd is dus je beoordeling. En in feite bepaalt je beoordeling of je verder gaat in de versterking. En wat daar belangrijk bij is dat versterken, als je kijkt naar het begrip asset management, binnen Rijkswaterstaat hebben we natuurlijk ook het verkeer. En er wordt vaak van verkeer gekeken van, wat raar dat jullie drie poten hebben met beoordelen en versterken. Aanleg wordt dat ook wel genoemd. Maar eigenlijk met dijk wordt nauwelijks iets aangelegd, hè, ook wat ruimte voor rivierprojecten na. Maar een renovatie van een dijk noemen we hier vaak een versterking. Maar heel duidelijk is, wat in de beoordeling ook wordt gecontroleerd, is of er geen sprake is van achterstallig onderhoud. De beoordeling zegt eigenlijk van, we gaan ervan uit dat je zorgplicht op orde is, dat je op een goede manier met je kering bent omgegaan. Maar als gevolg van nieuwe kennis, klimaatverandering, dus nieuwe hydraulische belastingen, of als gevolg van inklinking, of nee, niet inklinking is niet het goede woord, maar bodemdaling. daardoor kan je dijk ook niet meer gaan voldoen aan de wet, dankzij die drie onderwerpen. En als dat zo is, dan vinden we dat het Rijk de maatschappij zou moeten meebetalen aan het versterken van die dijk. Want dan hebben we een solidariteitsbeginsel, zeg je in Nederland. En dan vinden we het terecht dat iemand in Groningen ook wat meebetaalt aan de veiligheid van Amsterdam of Rotterdam en andersom. Dus dat is wel een belangrijke. Dat is een toets die je ook bij de ingangstoets van het hoogwaterbeschermingsprogramma bijvoorbeeld ter sprake van komt. Goh, is die afgekeurd vanwege achterstallig onderhoud of is het aantoonbaar vanwege nieuwe kennis, hogere belastingen enzovoort. Nou, als je kijkt wat ik net al zei, van hoe in mijn perceptie een databeheerder kijkt, die ziet steeds dezelfde dijk voor verschillende werkprocessen. En wat mij is opgevallen, dat mensen die in een werkproces zitten, en dat zie ik binnen Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, ik heb zelf meegedraaid in de zorgplicht tijdje, is dat je heel erg sec met je werkproces bezig bent en eigenlijk het daar goed organiseert, maar nog niet zozeer de relatie legt met de andere werkprocessen. En soms vergeet eigenlijk dat je voor je beoordeling met dezelfde dijk bezig bent dan je een inspectie op aan het uitvoeren bent. Terwijl, en dat soms een beetje toevallig is dat er een inspectiegegevens bij een beoordelaar op tafel belandt. Maar wat we hopen in deze cursus ook wel te laten zien is hoe herbruikbaar, wat de rol van het beoordeling kan zijn, ook voor het versterken van je andere processen. Je ziet sommige beheerders dat supergoed doen, maar als je kijkt bijvoorbeeld waar Rijkswaterstaat, hoe er in de derde toetsronde die beoordeling hebben uitgevoerd, dan was het echt, het verschilt ook nog wel per regionale dienst, dus ik vertel het wat zwart-wit, maar in feite was een ingenieursbureau inhuren, zeiden we moeten beoordelen, we hebben twee boeken, succes, je krijgt hier een bak data die we er her en der vandaan hebben gehaald, dit is wat we hebben. En we hebben af en toe eens een gesprek, hè, dan zegt de ingenieursbureau, ja, eigenlijk zou je wat data moeten inwinnen, oh, hoeveel kost het dan, nou, te veel of niet te veel. Nou, ik kan je iets bij voorstellen, en het enige wat we terugkregen was een PDF-rapport. Terwijl er misschien een paar miljoen is gaan zitten in die beoordeling, ik overdrijf waarschijnlijk weer, maar dat is,
Nou ja, als je ziet wat je in de beoordeling allemaal doet aan databeheer, management, aan het verzamelen van data, aan het ontvangen van data, zou je kunnen, nou ja, goed kunnen betogen dat dat enorm zonde is geweest van je geld om het op zo'n manier aan te pakken. Nou ja, dus dat is één ding. Dus de term herbruikbaarheid moet je ook vooral in dit licht zien. Nou, ik heb... Wat is nou eigenlijk het doel van de beoordeling? Ik ben even de wettekst ingegaan. En heel sec genomen is het eigenlijk dat we verslag moeten doen aan de minister over de waterstaatkundige staat van de kering. Er zit iets meer aan vast, hè, als je verder leest. Want naast het voldoen aan die wettelijke plicht is het dus ook de enige mogelijkheid om versterkingsprojecten aan te melden bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus er zit een hele financiële prikkel. En het levert inzicht op. Hè, dat lees je dan in de toelichting. En de vraag wat je zelf moet je afvragen wat je met dat inzicht in feite gaat doen. Nou ja, hoe moet je dat doen? Nou, als je kijkt naar de bijlage 1 van de waterwet, daar staat het gaat om kwaliteit van je, er staat heel duidelijk in de eerste zin, geloof ik, op pagina 23. De resultaten van de beoordeling moeten betrouwbaar en herleidbaar zijn. Nou, klinkt heel logisch, maar het zijn nog best wel beladen begrippen. Hè. Zometeen duiken we wat meer in het hele werkproces van je beoordeling. En dan zul je zien dat herleidbaarheid niet een vanzelfsprekendheid is als je een dijk beoordeelt. Ja, de waterstaatkundige toestand wordt dat ook wel genoemd. Nou, een aantal hebben jullie ook wel de basiscursus gevormd, zelfs al opleiding op piping, macrostabiliteit, dus zijn goed op de hoogte. Het is niet zo dat een beoordeling van een dijk, eigenlijk beoordeel je op allerlei toetsporen, op faalmechanismen. Dus alle manieren waarop een dijk kan falen. Ze hebben op een gegeven moment alle manieren bedacht waarop die kan falen en daar een afweging gemaakt welke... Nou ja, toch wel het meest waarschijnlijk zijn. Hè? Dus je kent natuurlijk een bom erop gooien kan natuurlijk ook, maar daarvoor ontwerpen we ze bijvoorbeeld niet. Dus je krijgt enorm veel toetsporen. Ik geloof, kunnen er 28 toetsporen of zo? Of, het waren er 40 geloof ik, maar er zijn iets minder geworden. Maar... Sorry? 25, nee. Wat we beoordelen, ja. Natuurlijk meer faalmechanismen. Ja, nou, dus de waterstaatkundige toestand wordt op 25 toetsporen beoordeeld. Ik ga straks even wat dieper in op een van die toetsporen, zijn de piping. Want voor iedere toetspoor, de ene verschilt natuurlijk wel een beetje met de andere, maar heb je in feite brongegevens, brondata nodig. Die moet je schematiseren of verwerken tot iets wat representatief is voor een dijkstrekking. Gebruik je een model of een rekenregel om dat door te rekenen. En dan heb je een resultaat. Nou, dat is een lineair proces zoals je het beschrijft, maar degene die ook wel eens beoordeeld hebben, die weet dat je enorm veel iteraties hebt. Iedere stap ben je weer opnieuw aan het beoordelen of je eigenlijk voldoende weet, of je, of de uitkomst wel klopt met wat je verwacht, of dat je toch data misschien verkeerd hebt geïnterpreteerd of anders hebt geïnterpreteerd, of dat de data gewoon niet klopt bij je gevoel als beheerder of de performance, eigenlijk hoe de kering zich heeft gedragen. Nee, dus eigenlijk het beoordelen is niet zo rechtlijnig van, goed, dat weten jullie al, anders zat je hier waarschijnlijk niet, maar we verzamelen wat data, we stoppen het ergens in, we drukken op een knop en er komt een antwoord uit. Straks gaat Kisun in zijn presentatie ook nog wat dieper in op die faalmechanismen en wat daarbij komt kijken. Nou, het beoordelingsproces zelf, deze plaats is ook wel vaak gedeeld en daar worden eigenlijk drie hoofdprocessen in onderscheiden zijn de voorbereiding, uitvoering en rapportage. Nou, wat heel belangrijk is, vind ik, in databeheer van het beoordelen, is het staat eigenlijk bij voorbereiding informatie over het dijktraject. Wij zullen het straks in de cursus zien van na de voorbereiding van de beoordeling is de databeheerder zeker niet klaar. En is zijn rol en het belang van zijn kennis en inzet ook nog enorm belangrijk tijdens de uitvoering en ook weer bij de rapportage. Dus het is niet zo dat als je dit proces ziet, dat je denkt, oké, ik ben betrokken bij de voorbereiding en als we gaan beoordelen, dan ben ik klaar en ik neem aan het eind weer even de resultaten op. Dat is alvast even belangrijk om te hebben. Nou, even weer over herbruikbaarheid. Het is altijd goed om te weten, zeker als in je databeheer, ook wat wordt er eigenlijk met het resultaat gedaan.
He, dus er komt een landelijke rapportage. Nou, daar zullen de eisen redelijk recht toe, recht aan zijn. Je moet maatregelen treffen. Nou, dan worden de eisen denk ik al. Enerzijds maatregelen treffen zijn dus aanmelden bij beheer. Maar je kan je ook voorstellen van als je flink onder de signaleringsnorm zit, dat je vanuit de zorgplicht misschien je inspectieregime wil aanpassen. En dat inspecteurs misschien wel willen weten op welke plekken ze dan wat nauwkeuriger moeten gaan kijken. Dus dan wordt het alweer lastiger wat de eisen aan die data precies worden. Want die willen dat misschien toch op een andere manier gepresenteerd zien of geïnterpreteerd. En uiteindelijk ook voor zorgplicht, hè? Want ook de beoordeling zelf. Wat ik zeg, het geldt niet alleen als je heel diep onder je signaleringsnorm zit dat je maatregelen moet treffen, maar misschien ook als je het goed doet en je hebt meer inzicht in je kering, is dat heel waardevol voor met je zorgplichten. Kun je misschien je beheer- en onderhoudsplan wel aanpassen, omdat je misschien meer weet dan daarvoor. Als we even iets dieper ingaan op die beoordeling, want wat belangrijk is, en ook dat wordt... ik vertel nu heel veel in korte tijd, maar daar gaan we straks nog wat dieper op in. Is een belangrijk iets dat er van grof naar fijn wordt beoordeeld. En je weet dus vooraf nog niet hoeveel data of welke data je precies nodig hebt om je beoordeling te doen. Want je probeert eerst met hele generieke vuistregels eigenlijk en conservatieve aannames of die kering al voldoet. En is dat zo, nou, dan hoef je eigenlijk niet verder. Dan hoef je ook niet dieper, hoef je dus ook niet meer gegevens in te winnen. Maar mocht hij dan niet voldoen, dan ga je gedetailleerder beoordelen. En zelfs binnen zo'n gedetailleerde beoordeling kun je ook weer van grof naar fijn werken, maar daar komen we ook nog op. Nou, dan zijn er nog twee alternatieven. Hè? Dus wat ik nu beschrijf is van je gaat gewoon per toetspoor beoordelen en doen. Dat is eigenlijk een beetje de standaard werkwijze. Maar de verwachting is dat 20% ongeveer een toets op maat zal worden. En een toets op maat is eigenlijk, er worden handreikingen gegeven hoe je een beoordeling kan doen. Maar in principe sta je helemaal vrij. Als je zegt van de eenvoudige gedetailleerde toets die passen niet op deze situatie, heb je daar een escape. Of als je zegt van ik weet vanuit mijn beheerderskennis voldoende over deze dijk en ik durf hem al te beoordelen zonder hem technisch door te rekenen, dan heb je daar ook mogelijkheid toe. Ja. Over dat plaatje. Ja. Als je algemeen filter op vakniveau ja, dan ga je naar toets op maat. Kun je dat uitleggen? Want als het niet is een algemeen filter op vakniveau, dan ga je naar een eenvoudig gedetailleerd bepaald gedetailleerd per traject. Als er een algemeen filter is, dan ga je naar toets op maat. Nee, als die dus voldoet aan algemeen filter op vakniveau, dan is het dus niet geschikt om met de gebruikelijke methodiek te kunnen. Stam ik nog niet helemaal hoor, maar misschien komt het later nog in de cursus. Ja, misschien is het verschil tussen trajecten en vakniveau. Maar dus het algemeen, als die dus aan die algemene filter voldoet op vakniveau, dan valt er niet te controleren of in ieder geval te beoordelen met het standaard toetsen, eenvoudige toetsen, gedetailleerde toetsen en dergelijke. Dan ga je direct naar een toets op maat. Bijvoorbeeld aansluitingsstukjes of iets dergelijks. Dat is bij heel veel toetsporen niet helemaal met de methodiek die voorgeschreven is uitrekenen. En dan ga je direct naar toets op maat. En zo'n ander voorbeeld van een vakniveau. Ik vroeg het net aan William, want ik heb het ook nog niet helemaal voor, maar hij noemde van een dijkversterking. Als je die bijvoorbeeld, als je een lopende dijkversterking hebt, daar hebben ze al een aantal vakken helemaal geregeld, maar er zijn nog een aantal vakken open die dan niet beoordeeld zijn. Dus die zou je dan, laat ik zo zeggen, de vakken die al door de dijkversterking worden aangepakt, die neem je mee in een algemeen filter op vakniveau. Daarvan zeg je van, die ga ik niet meer eenvoudig gedetailleerd of toetsen. En dan ga je naar beneden. Daar zijn nog, heb je dan weer twee smaken voor. En je ziet ook een algemeen filter op projectniveau. Ja, maar die sla ik dan even over. Oké, maar daar zit volgens mij 12 projecten die worden al versterkt. En die vallen daar dan al worden al eventueel tegengehouden. En die gaan dan direct. Eigenlijk via bovenlangs de woorden heen door. Dat weet ik.
Wat betreft de vakken die dus wel versterkt worden, die niet door je ingevuld heeft gegaan, ja, dan weet ik niet precies wat er in de procedure staat, wat je daarmee moet doen, maar in principe zou je het moeten toetsen, maar in welke mate weet je niet. Nou, als er een lopend tijdversterkingsproject is, hè, niet op projectniveau, maar dat is een aantal vakken, mm-hmm. dan moet je die niet toetsen. Dan gaat hij gewoon een toets op maat en wordt dan een bepaald oordeel aangehangen. Maar hoe dat vorm krijgt, dat weten we dan niet. Hoe dat precies zit, met welk oordeel er dan aangehangen wordt, dat moet je niet. Nou, dat volgt waarschijnlijk uit bijlage 1, van hoe je daarmee om moet gaan, dat weet je niet echt wel. Ik wil voor nu even deze. Wil ik wel even één ding uitleggen, omdat ik ook een paar vragende gezichten heb van waar gaat het nou eigenlijk over. wat even goed is om te beseffen van, is dat je verschillende niveaus hebt van beoordelen. Beoordelen gaat erop, we hebben in de waterwet zijn trajecten gedefinieerd. Via het waterveiligheidsportaal.nl. Ik weet niet of jullie die website kennen, maar daar is gewoon de shape beschikbaar met alle normtrajecten. Dus dan zie je ook waar die begint en eindigt. In de wet staan alleen de begin- en eindpunten, niet de ligging. Maar een traject, eigenlijk is het de bedoeling om een oordeel per traject te hebben, want de norm geldt voor het hele traject. Te kunnen beoordelen, zometeen maak je vakindelingen. En wat je dan doet, is je knipt een traject op in vakken. Je zal dus nooit een vak hebben, bijvoorbeeld, waar een trajectgrens in zit. Hè. Dus trajectgrenzen, dat zijn hele harde begin- en eindpunten in je beoordeling. Nou, en voor sommige beoordelingssporen kies je dan weer een representatieve doorsnede van je vak. En dan krijg je dus eigenlijk, als je per vak meerdere doorsneden en dan kies je dan een representatieve. Of je kiest op basis van deze zelf een soort representatief profiel. Maar het is goed om even, als je vanuit GIS kijkt, om even die onderverdeling te zien. En, ik heb hem ondertussen doorgeklikt blijkbaar. Of zit hij op tijd. Maar dat heeft mede mee te maken, denk ik. Ik denk dat we dit punt van het algemeen filter op vakniveau nog even nader beschouwen. Dus daar kom ik nog even op terug. Maar dat heeft mede een rol hierin. Namelijk als je niet op traject, als je op vakniveau iets doet. Wat niet volgt uit je beoordeling. Het volgt conform het instrumentarium. Je zou op het eind altijd weer moeten opplussen naar je norm traject. Dus ik denk dat het daar ook wat mee te maken heeft. Nee. Joost, dit plaatje, mist eigenlijk een plaatje, namelijk van het blokje eenvoudig gedetailleerd naar op maat. Want als je ook met een eenvoudige toets of gedetailleerde toets niet uitkomt, heb je altijd de mogelijkheid om een toets op maat te doen. Dus dat ontbreekt. Ja, nou, een mooi bruggetje naar Mark, jij keek nog even ingewikkeld. Ja, als je nog even blijft teruggaat, voor mij is het dat schroomdiagram, want het woordje ja en het woordje nee, waarom... dat zal helemaal aan mij liggen. Ik weet waarschijnlijk niet wat een algemeen filter is. Als je een algemene filter hebt op trajectniveau, heb je ja en nee. Als je ja bent, ben je snel klaar. Ja. Nee, ga je naar de volgende stap. De volgende is het andersom. Dan is het nee. Dan ga je gewoon het juiste traject in. En als het ja is, dan ga je juist naar de volgende stap. Dus ik snap dat ja en dat nee niet. Dat is voor mij... Nu jullie er zelf beginnen, snap ik hem ook niet. Dus daarom wil ik even zeggen, dan wil ik vanmiddag even op terugkomen. Dan, zullen we misschien even bij het begin van jouw presentatie kisten hier nog even over hebben, hoe het nou precies zit. Maar Willem deed een mooi bruggetje even naar dit plaatje, dat is nog weer een niveautje dieper. Ik merk dat ik al wel uit de tijd begint te lopen. Want als je kijkt, hè, hoe hangen die samen, je hebt op elk moment de mogelijkheid... Nee, ik begin even opnieuw. Je hebt een eenvoudige toets, hè, dus dat was wat ik zeg, je vuistregels. Nou, als je op basis van je eenvoudige toets, hè, veel toetsregels hebben een eenvoudige toets. Als blijkt dat de faalkans verwaarloosbaar is, dan mag je gelijk toe naar een oordeel. Hoef je niet verder te beoordelen. En dan zal je databehoefte dus ook redelijk gering zijn. Komt eruit van je eenvoudige beoordeling, hij voldoet niet op basis van de vuistregels. Dat betekent niet dat je een oordeel krijgt, voldoet niet. Maar dat je door moet gaan met beoordelen op gedetailleerd niveau. En daar zijn twee smaken in, een gedetailleerde toets per vak
en je hebt een gedetailleerde toets per traject. Nou, dan gaat dat verschil gaan we nu even niet over, over hebben. Nou, als je die hebt uitgevoerd, dan ga je weer naar een... dan heb je ook een toetsoordeel, ben je ook klaar. En dan krijg je een wiebertje met keuze vervolgstappen. En die is heel belangrijk, want op dat moment ga je even met je team, zo stel ik me dat voor, samen zitten. En bekijken van nou, ik heb allerlei toetsoordelen, of een toets op maat, die kun je dus ook daar hebben verzameld. En kijken van oké, heb ik voldoende gedaan? Ben ik voldoende tevreden met het beoordelingsresultaat? Is het stabiel in mijn ogen of niet? Of denk ik van nou, de gedetailleerde toets wat eruit komt, begrijp ik niet, past niet, geloof ik niet. Ik wil eigenlijk via een toets op maat dat nog een keer beoordelen. En dat is volgens mij wat William bedoelde. Hè? Dus je kan altijd weer schuiven tussen deze beoordelingen. En dat is ook belangrijk weer vanuit dataperspectief, is dat je werkproces zich ook een beetje vormt tijdens de beoordeling. Dus daar moet je rekening mee houden met die flexibiliteit in feite. Nou, bij je keuze van je vervolgstappen kun je ook stoppen. Zeggen van nou, ik stop hè, mijn beoordeling, ik ga rapporteren. Nou, wat je dan eigenlijk concludeert is een van deze vier, je voldoet aan een van deze vier criteria. Van één, het veiligheidsoordeel is stabiel. Nou, stabiel, ik vertrouw het. Informatie uit de beoordeling is voldoende om te voldoen aan de rapportageverplichtingen. Dus nou, ik voldoe gewoon aan de richtlijnen die vormen en dit oordeel is het. Nou, het verder aanscherpen, hè, soms kun je zeggen van de beoordelingsronde, nou ja, dat heeft gewoon geen toegevoegde waarde. Hè. Er komt nog steeds een enorm hoge faalkans uit of hij is nog steeds enorm veilig. Dus het heeft niet echt zin om verder te gaan. Nou, het kan ook zijn, hè, dat bijvoorbeeld grondonderzoek is super duur. Ik kan indenken bij sommige historische kunstwerken. Als je daar de fundering moet gaan bekijken, dan kun je hele dure maatregelen moeten treffen om iets te kunnen zeggen over je vak of over je kunstwerken. Nou, als je dan met een kostenbatenanalyse kan aantonen dat het goedkoper is om een versterking te doen dan om een beoordeling te doen, dan hoef je natuurlijk ook niet verder te gaan. Nou, in feite, wat belangrijk is in de beoordeling, en dat merk je aan die stopcriteria, dan merk je hoe ik het zeg, hè, is stabiel. Het zijn heel veel woorden waar niet een heel erg hard criterium is van het is voldoende of je hebt nu genoeg gedaan of ik kan eigenlijk meer doen maar ik doe het niet. Nou, het zijn een beetje afwegingen die je constant als beheerder maakt. Nou ja, en daarom, het is geen one size fits all. Het is een werkproces dat je zelf inricht en waar je zelf mee om moet gaan. En nou ja, dat is denk ik heel belangrijk om te onthouden. Dus in het kort, beoordeling, een schakel in de waterkeringszorg. Hè. Dus andere werkprocessen hebben daar, kunnen ook veel profijt hebben van wat je in je beoordeling doet. Andersom kun je ook in je beoordeling veel profijt hebben van informatie en data uit andere werkprocessen. Beoordeling is een wettelijke verplichting. Het inzicht dat in de beoordeling wordt verkregen heeft waarde voor andere taken, heb ik net gezegd. Het resultaat moet betrouwbaar en herleidbaar zijn. Veiligheidsoordeel kan op verschillende manieren worden bepaald. En hij werkt van grof naar fijn. Nou, dat zijn nu even de dingen die je moet onthouden. Dan ga ik nog even kort in op het wettelijk beoordelingsinstrument zelf. En doe ik nu even heel kort. En gaan we later wat verder op in. Hè, dit plaatje hebben de meeste van jullie waarschijnlijk wel gezien. Dit is eigenlijk, als je hebt over het wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Dan is het hele instrumentarium is dit. He, dus dat zijn niet alleen de software. Eigenlijk is de software maar een klein onderdeel in het instrumentarium. Heel veel ligt vast in voorschriften, maar ook in leidraden, in technische rapporten, schematiseringshandleidingen. Dat verstaan wij ook allemaal als het instrumentarium. Dus alle ondersteuning die je hebt om je beoordeling te doen. Nou ja, de rol van data, eigenlijk heb ik dit al een beetje uitgelegd. Hè. Dit is het lineaire proces. Dus je verzamelt gegevens, je gaat die schematiseren, je gaat een model vullen. Je gebruikt één of meerdere modellen. Soms kun je ook even een ander rekenmodel gaan hanteren, omdat je denkt dat die beter past op jouw situatie. En dan ga je de beoordeling uitvoeren. Nou, en daarachter hoort nog veel meer. Hè, van, je gaat dan weer analyseren van je uitresultaat, kijkt of je weer ergens een stap terug moet zetten. En dat is het hele iteratieve toetsen, waar we straks ook nog verder over gaan. Nou, als je kijkt naar de data zelf. Data rond een kering, nou ja, veel van jullie hebben al ervaring met keringen. Het is heel veel geodata eigenlijk. Hè. Het gaat om vakindelingen,
referentielijnen. Het gaat om ondergrondgegevens, die ondergrond die ergens bij die dijk zit, waar je geo-gerelateerd hebt. Polderpijlen, bekledingen. Eigenlijk kun je heel veel wat je nodig hebt. Het is een als je het vanuit GIS-perspectief kijkt, is het een super interessante case om te gaan beoordelen en om die data te gaan beheren. Nou, wat is nou de rol van de gegevensbeheerder GIS-expert? Ik gaf jullie al het voorbeeld hoe we bij Rijkswaterstaat de derde toetsronde voor een deel hadden ingevuld. En daar zag je dus eigenlijk dat de databeheerder geen rol had, anders dan van doe maar even de data over de keringen, zet het ergens op een schijf en deel het met het ingenieursbureau. En ging de beoordelaar daarmee aan de slag. Ja, en wat we met de kennis- en kundeplatforms eigenlijk hebben we vanuit de werkgroep datamanagement ook. En eigenlijk de insteek van dit wettelijk beoordelingsinstrumentarium is geweest. Is dat veel meer je het datamanagement beter moet integreren in je beoordelingsproces. Want als je je datamanagement op orde hebt, zal dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van je beoordelingsresultaat enorm ten goede komen. Zal kunnen zorgen dat die beoordelingsresultaten herleidbaar zijn. Dat je daardoor ook weer transparanter kan zijn in je vervolgstappen. Hè, dat je urgentie en je prioritering van het hoogwaterbeschermingsprogramma transparanter hebt. Dat je beter aan je burgers kan uitleggen waarom een dijkversterking nodig is. Wat nou echt het probleem is. En soms ook niet. Dus dat is eigenlijk. In deze cursus gaan we daar ook dieper op in. Van hoe kun je nou die samenwerking tussen de gegevensbeheerder, GIS-expert en de beoordelaar nou optimaliseren. En tenslotte vind ik dit een erg mooi stripverhaaltje. Ik weet niet of jullie hem kunnen lezen. Als het gaat om ook wel een beetje de clash. Ik ben zelf geen ingenieur, werk op een afdeling van ingenieurs. En dit is wel een beetje wat je soms tegenkomt in dat wereldje. Wat denk jij wel niet vanuit je IV, vanuit je IT-blik, wat je hier eigenlijk komt doen en wat je ervan begrijpt. Dan hebben we even pauze. Oké, ik wil heel even beginnen nog met een nadere toelichting op het algemeen filter. Ik mis er nog één iemand, maar ik denk dat ik dat maar even wel vast beantwoord. Eentje terug. Ja, die was het. Even allereerst, er zit hier ook een wijzer op eigenlijk. Het groene punt. Oké. Je hebt ook een arbeidskop. Oh ja. Het algemeen filter op trajectniveau. Dat is geïntroduceerd naar aanleiding van de studie Veiligheid Nederland in Kaart. Ik weet niet, weet niet of iedereen dat kent. Maar dat is een beleidsstudie geweest waarin eigenlijk alle keringen in Nederland soort van zijn voorbeoordeeld. Om de norm te kunnen bepalen in de waterwet. En dan was de uitkomst al bij dat sommige keringen evident, enorm duidelijk niet gaan voldoen aan de norm die vastgelegd is in de wet. Dus die zijn zo enorm afgekeurd dat wat je ook doet in de beoordeling, de verwachting is dat je niet eens benadert dat je ze toch gaat goedkeuren. Dat zijn 14 trajecten. En die kunnen met een algemeen filter door, ook om te zorgen dat het versterkingsprogramma door kan gaan. Dus die ziet dat die nu als een razende, ik weet niet, er zitten hier ook een aantal waterschappen geloof ik, die een paar van die trajecten hebben. Die trajecten heb je al kunnen aanmelden voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is het algemeen filter op trajectniveau. En dat type filter moet je even vergeten als het gaat om het algemeen filter op vakniveau. Dat was mijn verwarring net. Want het algemeen filter op vakniveau, dat zegt eigenlijk van, kan ik mijn kering beoordelen op basis van de uitgangspunten van de toetsregels op eenvoudig, gedetailleerd per vak, ja eigenlijk van WBI. Dus als ik een heel gekke type steenbekleding, steenzetting heb op mijn dijk, die niet in de toetsregels zitten van toetspoor steenzetting, nou dan hoef ik niet zoveel aan te tonen om te zeggen van ik kan niet met het beoordelingsinstrument dat vakje op dat toetspoor toetsen. Dus dan heb ik een algemeen filter, hebben ze dat ook genoemd, dat ik gelijk naar je op maat kan. Een tweede regel, ze staan overigens in de bijlage 1 van de waterwet, die regels. Is als jij kan aantonen dat het veel meer tijd en geld kost om volgens de WBI-toetsregels je vak te beoordelen, in plaats van een methode die je in de toets op maat kan verdedigen, dan mag je ook in één keer, hoef je ook niet de standaard WBI door te volgen, mag je in één keer naar toets op maat. Dus dat is het verschil
Dus hier geldt er een algemeen filter. Voldoe je aan de regels van het algemeen filter? Van, ik kan niet toetsen met WBI of het is duurder met WBI, kort gezegd. Ja, dan ga je naar op maat. En is het duurder dan met WBI ook van, ik heb hem net versterkt conform OI of iets dergelijks? Of hij wordt op dit moment versterkt conform? Ja, dan zou ik toch even in, bijlage 1. Categorie, hè? Dus meer inspanning. In feite heb je natuurlijk bij je versterking al het werk gemaakt. Ja. Zal die al in feite moeten kunnen aan de regels en normen. Dus om nog een keer de doorheen in te gaan, dat is het feit wat er bij de 2 staat als criteria 2 bij de algemeen filter opvatting. Voor de rest zou ik even willen verwijzen naar bijlage 1 om even verder te gaan. Dus mag hij weer naar de volgende presentatie? Kan ik ook zelf.